Over enkele ogenblikken gaat hij starten, de beddenrace van Langeraar. En u zit hier al op de eerste rang, hè? Ja, ja. Kom maar, Corrie, kom maar. Corrie, kom erbij. Ja, ja, maar dan moet je hier... Ik zit op de Corrie de plek. Ja, ja, precies. Ik zit op uw plek. Uw plek is al gereserveerd. Jullie zitten wel op de eerste rang hier, ook. Ja, ja. We worden goed verdeeld, hè? Ja, goed verdeeld. Dan gaat u lekker zitten. Corrie, u bent klaar voor de strijd. Helemaal strijd. Ja, ja, want u kijkt elk jaar mee? Ik kijk zo lang hier woont wel, ja. Ja. Wat maakt die beddenrace nou zo speciaal? Nou, omdat het gewoon iets bijzonders is. Ik vind het gewoon, doen ze niet overal, dacht ik. Dus daarom kijken we. Wat is er met u? Want u bent er wel klaar voor, volgens mij, toch? Ja, ja, ja. Ja, ik ben toch gekleed. Ja, maar gaat u nog iemand speciaal aanmoedigen? Oh, nee, nee, ik heb geen, nee. Jerry, volgens mij heb je wel erg je best gedaan. Ja, mijn vrouw heeft heel erg de best gedaan, ja. Heeft hij dit zo mooi versierd? Die heeft dat zo mooi versierd. Waarom? Vanmorgen voor de versierde fietsen, voor de kinderen en vandaag voor ons. Ja, 20 hè, want het is vandaag een bijzondere dag. Ja, de 20ste beddenrace. De 20ste beddenrace, en hoe vaak heb jij al meegedaan? De eerste keer. Oh, dus de eerste keer. Waarom al die jaren gewacht? Ja, weinig zin. Maar dit jaar moet het gaan gebeuren. Dit jaar moet het gaan gebeuren, ja. Ja, moet de Langeraar zich wel mee gaan voorbereiden op een nieuwe kanjer in de strijd? Ja. Dit wordt zeker een eerste plek natuurlijk. Eerste plek? Wel. Ja, hè. Daar gaan jullie wel voor. We gaan ervoor. Erik en Jerry, jullie zijn er dus klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Ja. Nou, succes, hè. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Het zal best goed komen. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Ja, ik dacht, ik loop al 2 jaar hier om de beddenrace heen. Ik denk, nou wordt het tijd dat ik mee ga doen. Wat zijn jouw specialiteiten voor vanavond? Nou, de clown vooral. Dat harde lopen heb ik niet, want ik fiets liever. Ja. Maar de Kliniek Clowns, als je ermee te maken hebt, het is echt heel bijzonder. En 4 jaar geleden was onze dochter in het ziekenhuis. En ik wil eigenlijk aandacht vragen voor de Kliniek Clowns. Ja, de Kliniek Clowns, nou dat doe je goed, hè? Want de kar is compleet versierd en je hebt zelf de rode neus al op. Ja, ik denk, ik was hem even de echte Kliniek neus ligt thuis, mijn dochter kwijtgemaakt. Maar kan gebeuren. Nee, het is, ik had eigenlijk 100 neuzen willen hebben, maar dan moet ik dan 2 weken van tevoren bedenken. En ik ben van spontane acties. Is het nog wel eerlijk voor de andere kandidaten, zo'n grote kampioen die ertussen loopt? Nou, ik voel me tussen dit gezelschap geen grote kampioen. Ik ben gewoon Petra. Nee, ik ben gewoon de Kliniek Clown. Nou, succes. Dankjewel. Meneer Lelieveld, voor de 20ste keer vandaag? Dit is de 20ste keer, ja, inderdaad. Ja, laat het meneer maar weg, hè. Dat blijft John, hè. Dat klinkt even beter. Hey, John, vertel eens even, 20 jaar geleden, hoe startte het toen? Toen is het begonnen eigenlijk met een broer van me. Die heeft dat ontdekt in Noord-Holland, in Schaarwoude. En die liep daar met mijn zwager, daar lopen ze 2,5 uur. Ja, dat is nogal een beetje. En toen hebben ze bij de Oranje Comité hier al geïntroduceerd van joh, is er niks voor hier? Want hier was eerst wielrennen en dat liep steeds af. En nu hebben ze gezegd van nou, gaan we het proberen. En toen hebben wij heel veel bedden verzameld en gemaakt. En zo zijn we met 8, 9 bedden met een eigen vriendengroep gekomen. En uit Noord-Holland waren er heel veel. En het sloeg hier ook gelijk aan. Ja, dat was... 20 jaar verder is het eigenlijk echt Langeraars begrip geworden. Het beddenrace in Langeraar is echt een begrip geworden, ja inderdaad. We hebben in diverse plekken hier in de omgeving hebben het geprobeerd. In Oudewater, Zoetermeer, Leidendorp, Kudelstaat en Roelevaansveen. Maar ja, dat pakte het toch niet zo als dat het hier. Hier is het altijd leuk en gezellig en ja, veel mensen erbij. Ja, wat is nou je tactiek van vanavond? Nou, mijn tactiek dat is een beetje afgezakt. Mijn tactiek en doel is gewoon om lekker mee te blijven lopen. En ja, het maximale er wel uit te halen en gewoon lekker meedoen. Eigenlijk vallen wij al een beetje bij de opvulling. Hè. In het begin deden we echt met de wedstrijd mee, maar nu, ja, de jongens die lopen zo hard. En wij hebben nog een bed, en dat is nog echt een matras. Dat is nog hetzelfde bed waar we mee begonnen zijn. En nu is het allemaal tegenwoordig, die bedden die zijn smal, weet je wel, en helemaal aerodynamisch gemaakt van aluminium. Dus het moet licht, dus dat gaat gestroomlijnd door de wind. En als wij een beetje tegen wind hebben, dan vallen we snel uit hard terug. Nou, ik wens je toch succes. Hartstikke bedankt. Oké. Okay. Ik zou zeggen, hallo vriendjes en vriendinnetjes. Bas Sinaliaan in Langeraar. Ja, goeiedag Marco. Hoe is het ermee? Ja, volgens mij goed. Maar met Basje en Aliaan ook, zie ik. Ja,
Moet ik zeggen, we zijn een beetje verdwaald geraakt. We zijn hier al lang aan het gekomen. Robot, die wijst er altijd de weg. Die Robin? Ja, die heeft goed zijn best gedaan. Wij hebben Robin in plaats van de TomTom. En we zijn natuurlijk ook al wat op leeftijd, dus vandaar we starten bij het bejaardenhuis. Ja, jullie starten gewoon hier. Maar Bas en Adriaan, ik dacht dat Adriaan in de fut zat. Ja, maar ja, we moeten toch een beetje in conditie blijven, Marco. Ja, want anders worden we allemaal zo dik natuurlijk. Ja, dus aardig afgetraind. Dus, Nee, maar de caravan mocht er ook aan meedoen vandaag? Ja, we moesten hem uit stof halen, maar we hebben hem een klein beetje opgeknapt. En hier het resultaat, hè. Hopen dat hij het volhoudt deze race. Wat is het geheim van Bas en Adriaan in deze bedrace? Snelheid? En veel plezier hebben natuurlijk, hè. Nou, ik wens jullie veel succes en tegen de vriendjes en vriendinnetjes thuis. Tot de volgende keer maar weer. Ries Pieters is al jaren voorzitter van de Oranje Comité van Langeraar. Het is weer een succes. Het is geweldig, geweldig. Maar misschien mag ik je corrigeren van hoe wij heten. Wij zijn ooit ontstaan als een Oranje Comité, Juliana. En wij heten nu al een aantal jaren Stichting Kermis Langeraar. Oh, dus jullie zijn met de kermis opgegaan samen? Dat klopt, ja. Dat klopt. Het is nu gelukkig mooi weer. Dat was de afgelopen dagen even spannend nog. Het was heel slecht, ja, dat klopt. Gisteren met name is er enorm veel regen gevallen, gisterochtend. Waardoor we eigenlijk dachten, nou, het valt echt allemaal in het water. Maar de weergoden zijn ons toch weer goed gezind. Voor de 20e keer vanavond? Ja, dat klopt. Hoe vaak heeft u hem al meegemaakt? 20 keer. Wat is nou die langeraarse traditie van die beddenrace? Wij zijn denk ik, in ieder geval zijn wij de eerste als langeraar in de streek, in de regio... Begonnen met de beddenrace, die hebben wij uit Noord-Holland hebben hem ontdekt en over het kanaal gehaald, zeg maar. En ik denk dat het succes nog steeds maakt. En iedereen is zo enthousiast, je ziet ook vanavond. Ja, dat klopt. Kijk straks maar als het eenmaal begonnen is, dat er staan toch een aantal duizenden mensen staan om het parcours heen. Wie mag het startschot gaan geven? Het startschot wordt gegeven, ik denk, door een van de wethouders. Wordt spannend dus? Dat wordt spannend. Ik denk meneer Elkhuizen. Nou. Ik weet het niet zeker, dus als dat niet klopt, even knippen. Knip het er gewoon uit. Ik denk onze wethouder Guus Elkhuizen staat wel klaar met zijn bed. Nee, mijn bed staat nog op het gemeentehuis. Dus die mocht ik niet meenemen. Nee. Maar er stond ook bij dat het alleen maar voor hele snelle en sportieve jongens en mannen zou zijn. Wat markeert eraan? Nee, er markeert helemaal niets aan. Alleen toen ik vanochtend in de spiegel keek... Toen dacht ik, nou, volgens mij behoor ik nog niet tot die categorie. Nee, maar je mag wel daar moet ik een hoop aan gaan doen. Ja, je mag wel startschot gaan geven. Ja, ik mag wel startschot gaan geven. En ik ben in conditie, dus dat gaat me wel lukken. Dat gaat lukken, ja. En dat klopt ook wel, want Langeraar is jouw kern tegenwoordig. Langeraar is mijn kern, ja. Precies, en volgens mij moet jij zo het startschot gaan geven. Ik ga zo een startschot geven, ja. Succes! Ja, hartstikke bedankt. Ik ga in ieder geval geen 20 minuten praten, want het is jullie feest en het is niet mijn feest om de boel aan elkaar te praten. Ik vind het fantastisch om hier te mogen zijn. Ik ben inderdaad wethouder en verantwoordelijk voor Langeraar en dat probeer ik de komende 4 jaar waar te maken. Nou, het is nog droog, dus ik denk dat we snel een startschot moeten geven. Daar ga ik dan ook mee beginnen. Ik zal de microfoon erbij houden. Opgelet, alleen de jeugd gaat starten. Ze zijn weg, ze zijn op weg en... Dankjewel meneer Elkhuizen, ze zijn allemaal van start. Alle hardlopers en latloopsters op zoek naar hun bed. Opzij, 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 maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan.